Tussen Wassenaar en Katwijk ligt een van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland. Het is een van de laatste open plekken in de Randstad die het strand nog met het Groene Hart verbindt. Dit landschap geeft de bewoners uit de omgeving van Wassenaar, Katwijk en Leiden toegang tot het Duin Horst en Weidegebied. De gemeente Wassenaar maakt zich sterk voor het openhouden van deze groene verbinding. Duin Horst en Weide is bijzonder vanwege zijn grote variatie aan natuurlandschappen. Duinen, weiden, landgoederen, polders en veenweiden wisselen elkaar af. De ligging van dit groene gebied is ideaal voor stedelingen die willen ontsnappen aan de hectiek van de drukke Randstad. Maar diezelfde nabijheid van de oprukkende steden maakt het gebied ook kwetsbaar. Op de grens van Duin, Horst en Weide en het Groene Hart staat de molen Driegang van Wilsveen. Het zijn de enige overgebleven exemplaren van de 20 molens die hier het plassengebied drooglegden. Dit is nog goed herkenbaar aan de hoge dijk en de dieperliggende weilanden daaromheen. Verder het natuurgebied in liggen landgoed De Horsten en kasteel Duivenvoorde. Het kasteel dateert uit de 13e eeuw. In 1957 is het kasteel door zijn laatste eigenaar volledig gerestaureerd en met het bijbehorende landgoed overgedragen aan een stichting. Het is nu te bezoeken als museum. Ook het wandelpark dat in 2015 werd hersteld is samen met landgoed De Horsten open voor publiek. In het hart van de open natuurverbinding tussen Wassenaar en Katwijk gaan natuur en recreatie hand in hand. Fietsers, wandelaars, ruiters, golfers en watersporters genieten van deze landelijke plek vol licht, lucht en ruimte. Op de achtergrond gaan weidevogels ongestoord hun gang. In dit klassieke Hollandse weidelandschap met zijn eeuwenoude sloten en karakteristieke boerderijen vindt ook kleinschalige veeteelt plaats. De agrariërs hebben met het vervaardigen van hun streekproducten van oudsher een stempel op dit gebied gedrukt. Een verborgen schat in dit landschap is het bunkerbos. Ooit dienden de bunkers als verdediging voor het oude militaire vliegveld Valkenburg. Het bos is niet toegankelijk voor mensen en wordt bewoond door vleermuizen. Wie goed kijkt, kan van bovenaf de contouren van de overwoekerde bunkers zien. Naast het bunkerbos zien we het helofietenfilter. Toen het vliegveld nog in bedrijf was, werd hier op natuurlijke wijze afvalwater gefilterd. Het filter is nu een landschappelijk monument waar de natuur vrij spel heeft gekregen. In de moerassige duinrand van Wassenaar zijn bijzondere planten en dieren te vinden. Dit deel van Duin, Horst en Weide heet Meiendel. Het dankt zijn naam aan de veel voorkomende meidoornstruiken. Er grazen Schotse hooglanders. En aan het einde van de dag verzamelen zich hier indrukwekkende zwermen spreeuwen bij hun slaapplaats. In de duinen is de invloed van de wind goed zichtbaar. De wind heeft de duinen uitgestoven tot aan de zoetwaterbel. Inmiddels houden helmgras en zandzeggen de duinen bij elkaar. Dit gebied wordt ook wel de natte vallei genoemd. In de verte zien we stuifzandduinen waar geen begroeiing is om het zand op zijn plaats te houden. Door de wind blijft dit landschap van jonge duinen langzaam veranderen. In de iets dieper gelegen duinen hebben de bomen en de struiken het gewonnen van de wind. Dankzij de rust en de bescherming van de natuur komen hier meer dan 250 vogelsoorten en vele andere dieren voor. Met de prachtige skyline van de Randstad op de achtergrond zien we in één oogopslag wat de waarde is van dit gebied. Maar ook wordt duidelijk dat dit waardevolle landschap constant onder druk staat. Samen moeten we het open houden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. De natuur kan alleen bestaan als ze ruimte krijgt om te ademen. Zo blijft het gebied ook in de toekomst toegankelijk voor planten, dieren, agrariërs en alle inwoners uit onze regio.